Dat je denkt van, nou, jij mag wel even bij me thuis komen. En dat is serieus mijn verslaving. Ik heb er geprobeerd om er van af te komen, maar het lukt niet. Hoi, ik ben Fleur en superleuk dat je kijkt naar de 20 favorieten op Tina TV. Ben je benieuwd wat mijn favoriete haarproduct is en YouTuber? Blijf dan kijken. Patatje oorlog vind ik echt, oh heerlijk. Daar kan je me echt voor wakker maken. Moroccan Oil maakt mijn haar ook heel mooi glanzend en zacht. En chocola. Ik neem altijd chocola. Hagelslag. En dat is serieus mijn verslaving. Ik heb er geprobeerd om er van af te komen, maar het lukt niet. Altijd moet ik hagelslag hebben op mijn brood. Dus Monika Geuze. Ik vind haar heel leuk, want ze echt lekker eerlijk is en zegt wat ze vindt. En dat vind ik gewoon leuk. Lekker haarzelf. Beyoncé, want zij, haar performers zo goed. Dansen, zingen, alles. Ik vind hem niet heel knap, maar hij speelt een gossip girl, Chuck Bass. Maar hij heeft zoveel zelfverzekerdheid en een hele mooie stem. Waardoor hij heel sexy is en dat je denkt van, nou, jij mag wel even bij me thuis komen. Het liedje van Maan, Spijt van Jonna Fraser. Die luister ik nu op dit moment heel vaak. Ja, ik was vroeger echt heel fan van Hannah Montana. Dat was echt mijn rolmodel. En daar was dus ook een film van. Haar laatste film was het volgens mij. En die ging over dat ze dan bekend ging maken dat zij eigenlijk niet Hannah Montana was, maar Miley eigenlijk. En ja, dat is denk ik wel mijn favoriete kinderfilm. Ja, ik vind, ja, iedereen heeft wel wat leuks, weet je. Kijk, Saber doet altijd gek op de set. En ja, dan kan ik soms een slappe lach om hebben. En ja, het is gewoon een moeilijke vraag. Mijn spiegel. Ja, dan doe ik altijd make-up in, mijn kledingcheck. Ja, ik denk mijn spiegel. Ja, gewoon echt van de meisjeskleur. Gewoon roze, paars, lila. Ik denk dit blouseje. Ik heb hem net ook vandaag aan. Ik heb hem echt heel vaak aan eigenlijk, want ik doe hem lekker snel aan. En hij is toch heel leuk en vrolijk. Dus ik denk dat dit nu mijn favoriete item is op dit moment. Los. Dan vind ik het fijn ze zitten of zo. Dan voel ik me het best bij als mijn haar vast is. Ja, dat voelt me niet zo fijn bij ofzo. Ik vind los echt gewoon, ja, daar voel ik me prettig bij. Een beetje foundation, mascara en ja, misschien een eyeliner. Instagram. Ik ben echt verslaafd aan Instagram. Vind ik echt leuk om een foto te posten of om foto's te kijken. Verhalen te kijken. Dus ja, ik denk sowieso wel Instagram. Curaçao, dat is zo mooi daar. Echt, je kan er met dolfijnen zwemmen. En je hebt gewoon een bounty-eiland is het eigenlijk. Je hebt gewoon wit strand. En blauwe zee is zo mooi. Je ziet die zee is gewoon eigenlijk gewoon doorzichtig, omdat het zo helder is. Maatschappijwetenschappen. Het gaat over politiek, massamedia, dus eigenlijk social media. En over criminaliteit, want dat vind ik heel interessant. Ik kijk ook best wel vaak het nieuws eigenlijk. En dat vind ik gewoon heel interessant. Dus als de leraar dat mij vertelt, dan weet ik het eigenlijk al. Dan hoef ik eigenlijk helemaal niet zoveel te leren. Dus ja, dat is mijn favoriete vak. Vrijdag. Of nee. Nee, zaterdag. Nee, zondag. Nee, zondag. Zondag is mijn favoriete dag. Dat is echt mijn chilldag. Dan heb ik gewoon een joggingpak aan. En lig ik eigenlijk alleen maar op de bank. Zonder make-up. En dat. Gewoon lekker chill. Gewoon lekker chilldag. Het 12 van Oldenheim is een hele spannende serie. Ik heb hem ook gewoon in denk ik, 3 dagen afgekeken. Omdat hij zo spannend was. Ik moest gewoon weten hoe het allemaal zat. Nu heb ik een vraag voor jou. Wat is jouw favoriete vakantieland? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op Tina TV voor nog veel meer. En misschien zie ik je nog de volgende keer. Doei!